Even een wedstrijdje. Ja. Klaar voor de start? Af. Met de grote Boogie en Blues Legends en is de koning van de Boogie Woogie in Nederland en speelt deze zomer op het grootste Boogie Woogie festival ter wereld. Dat is in Frankrijk, Dirk-Jan Fennick. Hoe oud ben je? Ik ben net 30 geworden. Je bent net 30 geworden? Ik vraag het hierom, omdat die Boogie Woogie, dat was muziek van mijn ouders, maar zeker van mijn grootouders. Het is echt van die oude muziek, hè? Ik bedoel, het is echt een wonder dat je eraan gekomen bent. Ja, maar in de tijd dat ik opgroeide waren nog LP's en dat was een groot voordeel. En wie was de Boogie Woogie speler die jou inspireerde? Rob Hoeken. De Nederlander Rob Hoeken? Ja, die volgens mij met min één vinger toch ontzettend snel... Ja, die was echt heel goed. Hij had een betonnen linkerhand en ongelooflijk goede timing en hij gebruikte heel weinig noten. En ik ging ook wel eens langs bij hem en dan kreeg ik wat, dan werd ik getrimd als het ware. Ja. Dus ik kwam dan thuis en dan speelde ik eigenlijk net als Rob Hoeken, maar ik wilde toch mijn eigen ding een beetje... Want dat is interessant dat je dat zegt, want als je een oppervlakkige luisteraar bent of een niet echt kenner, dan lijkt het zo snel op elkaar, hè? De Boogie Woogie. Ja. Zullen we even een klein stukje historische Boogie Woogie? Het is muziek uit de jaren 20? 40. 40 al, toch iets later. Ja, dit is het, hè? Ja, dit zijn twee van de grote drie oorspronkelijke boogie-pianisten, Albert Emmons en Pete Johnson. Ja. En Meat Loaf Lewis was de derde. Die is hier helaas niet bij, maar twee pianos doen nog heel veel. Deze mensen zorgden voor een soort van house-sensatie in de jaren 40, zeg maar. Dus een soort van boogie-woogie-craze, om het zo te zeggen. Maar het gaat om snelheid, want het is razendsnel spelen, hè? Ja. Ben jij een snelle? Ik ben heel snelle. Even een wedstrijdje. Ja. Klaar voor de start? Af. Maar de vraag is inderdaad of mensen dat dan nog kunnen volgen en of het mooi is. Ja, het is meer spierballenrollen, dat begrijp ik. Exact. Jij brak door op je 15e. Ja. Toen mocht je op het Amsterdamse Blues Festival spelen met... Ik heb gespeeld met Junior Wells. En dat was in Patronaat Haarlem, was dat? Patronaat Haarlem, sorry. Ja, ik won de kunstbende in 93 en met een Chinees getinte boogie woogie. Ja. En het thema was ook de verrassing en dat was heel leuk omdat ik toen de kans kreeg om een voorprogramma te doen voor Junior Wells. En ja, dat was toen al een van mijn grote helden. Een blues legend eigenlijk. Ja, echt een bluesgod. En hij speelde in de jaren 50 met Muddy Waters, hij heeft met de Stones getoerd. Klopt. En ik speelde nog geen, of ik zong nog niet, ik speelde alleen boogie woogie, piano en blues en harmonica. Ik ging het voorprogramma doen en toen werd ik gelijk al backstage gevraagd van joh, you might have a chance to play with him. Ik zei ja, ik geloof het nog niet echt, weet je wel. Dus het was gewoon een beetje afwachten, maar Junior Wells was heel enthousiast en hij zei van ik wil dat je vanavond meespeelt, ik wil dat je mee op tournee gaat. Alleen ja, ik moest naar school, ik was 15. Je zat op de brugglas, ja. De brugglas nog, man. Dus ze kwam de volgende dag op school en ik vertelde aan iedereen Junior Wells. Ja, wie is dat dan? Weet je wel, dat was gewoon echt... Laten we maar eens gaan kijken naar Junior Wells. Want dat denken meer mensen aan. Ja, Junior Wells, wie is dat dan? Hugo, dag. Lord, I wonder what's the matter. A child you know inside. It seemed like the hours. Now everything will change. But I hold up my hand. Dat is het begin van jouw carrière. Misschien wel je doorbraak dat je met hem mocht spelen. Nu speel je op een driedaagse Boogie Woogie Festival in Frankrijk. Wat moet ik me daar
bij voorstellen? Is er genoeg variatie om het 3 dagen swingend met elkaar uit te houden? Ja, dat moet wel. Want er zijn ook heel veel piano's en er wordt gewoon 3 dagen lang geboogied in de cafés, maar ook in een hal dus, waar de concerten plaatsvinden. Ja. Er komen uit elke windstreek komt een boogie-pianist en ik ben dan een Nederlandse vertegenwoordiger. En ja, dat is gewoon een fantastisch festival. Het is een jam-sessie tot 6 uur 's ochtends, heb ik me laten vertellen. Nou ja, dat klinkt goed. Ja, absoluut. Je gaat een kleine proeven van bekwaamheid hier afleggen. Dan hebben we een beetje een idee wat je allemaal kan en wat je daar laat horen. Wat ga je doen? Ik ga een fragment spelen van de 21st Century Boogie. Dat is een nummer wat ik al lang geleden gecomponeerd heb. Maar dat staat redelijk voor wat ik normaal doe tijdens optredens. Naast mijn blueswerk en naast mijn ballads. Oké, dus, zet hem op. Ja, dank je. Dirk-Jan Vennink.